Ik denk dat het belangrijk is, en zeker als CM proberen wij als waardegedreven organisatie op een zeer authentieke manier leiderschap te geven. Authenticiteit als een waarde die je niet kan vergelijken met een aan-of-knop. Je bent het of je bent het niet. En we vinden dit belangrijk omdat we het ook belangrijk vinden dat onze medewerkers op een zeer authentieke manier in het werkveld staan. Zeker in een organisatie waarbij we leden gedreven zijn. We hebben 2,5 miljoen leden waar mensen dagelijks over de vloer komen. Moeten ze ook echt die CM-spirit kunnen voelen. En daarvoor is een authentiek en mensgedreven HR-beleid ontzettend belangrijk. Ik ben er ook van overtuigd dat in de mate dat wij erin lukken op een zeer menselijke manier onze mensen aan te sturen, we op deze wijze ook een warme organisatie kunnen worden. En in de mate dat we erin lukken om een warme organisatie te zijn, zullen we er ook toe bijdragen dat de samenleving iets minder kil wordt. En dat lijkt mij een belangrijke betrachting vanuit HR. Wel, ik denk een van de belangrijke uitdagingen is dat we met z'n allen er moeten voor zorgen dat we graag komen werken. Werk neemt een belangrijke plaats in het leven in, dan besef je maar op het moment dat het minder goed gaat. En het feit dat we met z'n allen langer zullen moeten werken, is het ontzettend belangrijk dat we proberen mensen in te zetten op hun talenten. Want op het moment dat je in je talent zit, zit je in een flow. En als je in een flow zit, dan heb je niet het gevoel dat je aan het werk bent. En ik droom ervan dat al onze medewerkers morgens fluitend opstaan en met plezier aan de slag gaan. Werken met goesting.